rustig uit. Ja, lang, maar uiteindelijk zijn we en we gaan voor de beker. Ja? Voor de? 1-3. 1-3. Beker en twee keer vervolging. Thank you.
Krasjel! Milan Krasjel! Als de man van de wedstrijd. Milan Krasjel! Die beker toont Ricky van Wolfswinkel. Als ik van het protocol afwijk. Want 125 jaar, dat gaan we met z'n allen vieren bij de laatste thuiswedstrijden Vitesse Rode JC. Wees erbij, een groot spektakel en dan gaan we de spelers op het veld een fantastische zomervakantie toewensen en hun naar ons. Entertainment en 125 jaar. Maar ik wil even stilstaan bij die 125 jaar, al is het maar 10 seconden. Vitesse was hier niet geweest in al die jaren als er op sommige momenten mensen opgestaan zouden zijn. Ik praat uit persoonlijke titel, het is geen opdracht om het te zeggen, maar ik wil het zeggen. Wie het ook is geweest, de vrienden van Vitesse, ik wil niemand tekort doen met namen. Maar bijvoorbeeld Jan Snellenburg, Cor Guit, Herman Veenendaal. En natuurlijk Karel Albers, laten we dat ook niet vergeten. Nooit omkijken wat iemand verkeerd gedaan heeft. Maar als deze mensen niet waren geweest en al die mensen in die tussenliggende periodes die het moeilijk gehad hebben. Maar laten we ook even kijken naar de voormalig directeur-voorzitter Paul van der Kraan. Die heeft moeten roeien met de riemen die hij heeft gehad. Dankzij mensen en het heel team wat dagelijks in het stadion...